LW Kamp uit Beekendonk en Michelle de Koning uit Gemert, beide lid van rollenclub De Oude Molen en het Beekendonk, werden vrijdagochtend gehuldigd in het gemeentehuis van Laarbeek voor een titel die ze vorig jaar behaalden op het Nederlands kampioenschap gereden in Kerkdriel. LW Kamp stond bij het vrijrijden op het hoogste treden. Michelle de Koning veroverde goud op het onderdeel figuurrijden met op een tweede plaats Claude Donkers van dezelfde vereniging. Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek en wethouder Monica Slaats hadden lovende woorden voor de kampioenen over, maar ook voor de vereniging. Van LAW Kamp willen we weten in welke discipline zij Nederlands kampioen is geworden. Ik ben vrij rijden, de A-klasse, de minis ben ik eerste geworden, Nederlands kampioenschap. Kan je dan eventjes uitleggen, wat houdt dat dan precies in? Want wat moet je dan doen? Is dat anders als die grotere dames die hun kuur rijden op de schaats? Ik had eerst 1 kuur, nu krijg ik er 2, zeg maar voor de ouderen. En ik had ook eerst wat makkelijkere sprongen. En hoe ouder je wordt, moet je ook meer rondjes draaien. Want nu ben ik begonnen met de dubbele sprongen. En het is wel een beetje anders dan de alle ouderen, want die doen veel moeilijkere dingen. En ik doe dan nog wat makkelijker, maar dat moet ook steeds opgebouwd worden. Is de voorbereiding wel goed te doen op zo'n Nederlands kampioenschap? Zeker in de tijd van corona en andere zaken als je weinig kunt trainen. Vroeg we aan Michelle de Koning. Ik heb eigenlijk gewoon alles kunnen uitvoeren wat ik kon uitvoeren. En ik heb gewoon mijn best gedaan. En ze zeggen altijd meer als je best doen kan niet. En daar heb ik ook zeker van genoten van het moment zelf. En het was ook heel spannend, want we zaten super dicht op elkaar. Ja, maar het is voor jou niet de eerste keer dat je Nederlands kampioen bent geworden volgens mij. Individueel wel, ja. Ja. Met de groep. Wat is dit dan anders dan met de groep? Ja, je doet het eigenlijk voor jezelf en niet voor de groep. En het is toch nu doe je je best voor je alleen. En dan doe je met de hele groep je best, zeg maar. En dan sta je als groep en nu sta je toch individueel. En dan ben ik wel stiekem toch wel meer trots op mezelf dan met de groep erbij. Ja, hoeveel uren arbeid steek je erin? Met figurentraining meestal wel. Sowieso 2 keer in de week met mijn trainster. En dan als ik zelf tijd heb, ga ik zelf meestal nog 1 uurtje of 2 zelf hard trainen. Maar levert het dan ook, heeft dit nou opgeleverd jouw trainingsarbeid? Want dat zeggen ze, hè? Want je trainingsarbeid moet je erin steken en dan levert het op. Heb je dat gevoel ook een beetje? Ja, ik mag zeker trots zijn op wat ik neer heb gezet. En ook met de heel veel extra trainingen van andere trainers die we hebben. Die heb ik ook goed bij me gedragen en alle tips goed mee kunnen nemen.